Bob, wat een mooie overwinning vandaag. Ja, ik vond het was heel goed beginnen, eerste helft, eerste kwartier, 20 minuten waren we echt heer en meest, hadden we kansen om misschien wel meer dan 1-0 te maken. Original maakte een fantastisch doelpunt. En dan vond ik ons te veel aan het resultaat denken. We begonnen achteruit te lopen. We zijn nog 75 minuten te spelen. Uiteindelijk 1-2 momenten waar we goed wegkomen. Maar dan twee onder de rust hebben we ook gezegd van jongens, we moeten wel voor dat tweede doelpunt gaan. Oké, vanuit een goede organisatie, maar wel proberen een tweede te maken. Om toch bepaalde kwaliteit te leveren. Vonden ze ook de laatste half uur aan de eerste helft slordig aan de bal. Tweede helft scoren op de juiste momenten. Ja, dan hadden zij eigenlijk niet echt de oplossing. Wel wat lange ballen. Maar ik denk dat we heel weinig weggeven. Dus ook een heel grote pluim naar het team. En vooral de verdedigers die fantastisch hebben verdedigd. Vooral de tweede helft weinig hebben weggegeven. Ik denk dat we nog wel momenten hebben om misschien wel meer dan 3-0 te winnen. Uiteindelijk als je 3-0 wint in een moeilijke wedstrijd, want Dordrecht is toch een moeilijk, lastig team. Maar uiteindelijk win je hem 3-0 en moet je heel tevreden zijn in 4. Oké, wat een basisdebuut. Ja, zeker. 3 punten, 3-0. Mooie kandidaat. Ten eerste geef je een wereldassist eigenlijk met een hakbal. Ja, hoe bleef jij die? Ja, ik nam hem mee naar buiten. Ik hoorde Justin achter me. Dus ik hakte hem gewoon en hij schoot hem gewoon binnen. Op gevoel gaf je hem? Of? Ja, dat wel, op gevoel wel. Ja, en die 2-0 valt voor je voeten en je maakt hem als een spits af. Ja, klopt. Ik sta op de goede plek. En ja, ik scoor hem gewoon. Afgelopen maandag spraken we elkaar. Toen stond je met een 1-0 nederlaag hier. Ja, nu sta je met een 3-0 overwinning en een fantastische goal achter je naam. Ja, natuurlijk. Hartstikke fijn. We begonnen goed aan de wedstrijd. De eerste doelpunt van mij. Het was een mooie actie. Ja, goed schot. Maar ja, top. Hij zat strak in de kruising eigenlijk, hè? Ja, hij was strak in de kruising. Ik heb veel geoefend op trainingen. Mijn schot, met Kay en Harry en Brugas. En daar gingen ze er ook aardig in. En ja, uitvoering in de wedstrijd. Zoals hier maar. Voor de West met het wedstrijdverloop, jullie waren wel de betere ploeg. Ja, zeker. Vooral de eerste helft waren we gewoon met counteren waren we veel gevaarlijk. En soms moesten we wel even die counter goed uitspelen. Dat is een goede wedstrijd van ons. Even terug naar de 1-0 en de 2-0. Ja, ze schieten beide fantastisch binnen. KT al bij de 2-0 met een hakbal. En Margaret, ja, spreekt voor zich wel een wereldgoal. Ja, vorige week vond ik dat hij het iets lastiger had centraal, omdat hij constant tegen 2-3 verdedigers stond. Maar we hebben het voordeel met Original dat hij eigenlijk op 4 posities kan spelen. Hij kan 9, 7, 11 en 10 spelen. En ik vond hem het beste van op links, en dat heeft hij vandaag ook bewezen. Tot de laatste seconde ook blijven druk zetten, lopen. Dus constant dreigen. Dus heel blij voor die jongen dat hij steeds losser komt. En ik hoop dat hij ons nog heel veel diensten gaat bewijzen. Ja, op die 20 minuten na dan wat je zegt, dat je in de eerste helft even iets lastiger kreeg. Ja. Ja, voor de rest hebben jullie aanvallend voetbal gespeeld en kwamen ze er eigenlijk niet uit Dordrecht. Jullie waren de betere partij en dat heeft ook tot een 3-0 zegen geleid. Ja, maar je gaat altijd momenten hebben waar een tegenstrever de wet dicteert. Wij zijn uiteindelijk Barcelona of Manchester City niet, dus af en toe moeten we terug. Maar ja, dan geven we heel weinig weg en kunnen we echt wel op onze organisatie teren. En je maakt 3 doelpunten, dus dat is altijd heel goed. En vooral omdat we de tweede helft ook met lef hebben durven voetballen om toch na die 3-0 nog op zoek te gaan naar de 4-0. En niet te bivakeren voor ons eigen 16. Dus ik ben heel blij met de overwinning. Zijn er nog punten die beter moeten? Absoluut. Maar uiteindelijk, als je 9 op 12 haalt, dan moet je heel tevreden zijn. En hopelijk kunnen we daarop verder bouwen. Dankjewel. Graag gedaan. Hoe bevallen de eerste weken nu in Os? Ja, top. Nu Richard erbij is gekomen, ja. Het is mijn maatje, dus het is steeds leuker aan het worden weer. Goed aanvalsduo, gaan jullie vormen dit seizoen, of? Ja. We gaan zeker meer scoren. Samen een beetje assist en goal maken, dat is belangrijk natuurlijk dan, hè? Ja, klopt. Met Justin, Richonel en ik moet het wel lukken. Er staat in ieder geval een goede aanval waarmee je veel kan gaan bereiken. Klopt. We hebben allemaal goede kwaliteit en we benutten het wel goed vandaag. Maar vandaag dan je eerste goal, hoeveel wil je er nog gaan maken dit seizoen? Dat wil ik niet zomaar uitspreken, eerlijk gezegd, maar ik hoop wel veel. Je hebt gewoon een doelstelling voor jezelf en die zeg je aan het eind van het seizoen voor de camera. Ja, eind van het seizoen. Dankjewel. Net sprak ik KT Jan, die zei van jij en Kay gaan heel veel doelpunten samen maken en voor assist zorgen. Maar hoe zie jij dat? Ik zie het zeker ook zo. We zijn een gevaarlijke duo, dat ga ik jullie ook meegeven. Dus klus moeten oppassen voor ons. De tegenstanders zijn niet gewaarschuwd inderdaad. Ja, zeker. Ik ga veel goals vallen en assisten. En natuurlijk mooie dingen ga ik zien.
Hopelijk kunnen we volgende week tegen Almere dan ook zien. Ja, ja, zeker. Ja, wie weet. Scoren we weer allebei. Zal fantastisch zijn. Ja, ja, dankjewel. Goed.